Vorige week keek ik naar de documentaire Wat houdt ons tegen? Een serie van 6 uitzendingen waarin onderzoeksjournalist Jeroen Smit samen met een team naar oplossingen zoekt voor actuele problemen. Of nou ja, problemen. Het gaat eigenlijk om zaken die niet als probleem ervaren worden, maar wel een enorme invloed hebben op klimaat, milieu en stikstof. De eerste uitzending ging over voedselverspilling. Nu ben ik zelf echt wel van alle restjes opmaken en niets weggooien, maar ook mij overkomt het wel eens dat ik iets te royaal heb ingeslagen en dat er toch iets in de kliko belandt. Maar je wilt niet weten wat er in de hele voedselketen allemaal weggegooid wordt, wat nog hartstikke goed te gebruiken is. Schrik niet. Alleen al in Nederland gooien we jaarlijks 2 miljoen ton voedsel weg. Wat je je dan moet voorstellen is een enorme file van propvol gestouwde vrachtwagens van Utrecht tot Barcelona aan toe. Onwezenlijk, dit kan toch niet waar zijn? De oorzaak van al dat weggegooide voedsel ligt voor een groot deel aan de tenminste houdbaar totdatum. Terwijl je ook daarna voedsel nog prima kunt gebruiken. En een tweede grote veroorzaker van voedselverspilling is het feit dat wij als consument allemaal perfect ogende producten willen hebben. Dus de tomaten met een butsje of een vlekje, de paprika's met een afwijkende vorm, de broccoli met een zwarte waas. Dan denk je, niet geschikt voor de winkel, dus in het beste geval op de composthoop of voer voor de varkens. Ik zou graag een beetje bijdragen om de voedselverspilling tegen te gaan. Naar voorbeeld van de Brabantse verspillingsfabriek in Veghel zoek ik naar mogelijkheden om ook in West-Friesland een verspillingsfabriek op te zetten. Een fabriek waar regionale telers, groenteverwerkers, restaurants en supermarkten de voor hen onbruikbare producten afgeven, zodat we er soep van kunnen maken. Ik stel me dan zo voor dat dit werk gelegenheid biedt aan mensen die het ergens anders nog niet lukt om aan een baan te komen. Ook stel ik me voor dat we maaltijden organiseren voor mensen die eenzaam zijn. Of lunchsoep maken voor scholen of voor sportverenigingen een gezonde maaltijdsoep koken. Er zijn zoveel mooie dingen te bedenken voor een mooi regionaal bedrijf met regionale producten, regionale werkgelegenheid, regionale afzet en ja, regionale verbinding. We doen het samen, het kan. Wil je meedenken of mee investeren? Laat het me weten. Marjolein.dolle@werkzaamwf.nl